fietsen, wandelen of paardrijden in de natuur. Het is er het weer voor. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Paden dwars door de natuur. Om ze te gebruiken moeten die paden natuurlijk wel begaanbaar zijn. Maar wie zorgt daarvoor? Sportbonden willen actie. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ze lopen over van emotie. De dames van volleybalvereniging Alterno uit Apeldoorn zijn voor het eerst kampioen van Nederland. Deze prijswinnende knuffel is bedacht door scholieren uit Ede en waarschuwt kinderen bij een brand. Blijf laag. Loop rustig naar beneden en neem alleen de knuffel mee. Hoe begaanbaar blijven recreatiepaden als er geen geld meer is voor onderhoud? Ruiters en mountainbikers vrezen dat de paden door de voorgenomen bezuinigingen op het onderhoud gevaarlijk worden of zelfs helemaal verdwijnen. Dat ik hier later misschien niet meer kan fietsen, dat het gebied gewoon op slot gaat. Ik zou persoonlijk heel erg teleurgesteld zijn. Dit is echt mijn lust in mijn leven. Kijk, je wilt, als je de sport wilt ontwikkelen, wil je dat op een manier doen die toegestaan is. En geen kat en muis gaan spelen met een boswachter die je kan bekeuren. Dus gaan wij verder met campagne voeren om dit dreigende scenario om te keren. Ik heb een tak tussen mijn derrieur gehad, dus mijn derrieurpad is afgebroken. Ik moet nog nooit overkomen, om heel eerlijk te zijn. Dus het is een unicum. Een beetje symbolisch voor waar we vandaag voor zijn. Nou, de bezuinigingen die eraan komen, die betekenen heel veel. En vooral ellende, want waarschijnlijk gaan de ruiterpaden daardoor dicht. En daar zijn wij fel op tegen als KNS. Misschien een vergoeding of een ruiterpas wordt ingevoerd. Daar wordt over nagedacht. Wat vindt u daarvan? Wij zijn erop tegen dat de ruiterpas ingevoerd wordt. In de vorm zoals Staatsbosbeheer dat nu voorstelt. En dat is dat wij alle kosten moeten gaan betalen. Ja, ik kom hier van een goed onderhouden ruiterpad en ik sla hier linksaf. En dat is duidelijk een pad waar al lange tijd niks aan gedaan is. Het ligt helemaal vol met boomstammen en dichtgegroeid met gras. Dat wordt zeker gevaarlijk, ja. Er zijn recent veel ongelukken gebeurd op die manier met paarden die struikelen. En dat loopt best vaak verkeerd af. Ik snap ook wel dat er bezuinigd moet worden, want er moet overal bezuinigd worden. Wat moet, dat moet. Ja, goede timing is. Met het invoeren van zo'n ruiter- of mountainbikepas hoopt Staatsbosbeheer het onderhoud te kunnen betalen. Hierover wordt nog gesproken met de sportbonden. Bij Wilp is vandaag de herdenking van de oversteek van de IJssel door de Canadezen herdacht. Die operatie op 10 april 1945 staat bekend als Operation Cannon Shot. Om zoveel mogelijk Canadese en Engelse voertuigen bij elkaar te krijgen, zijn leden van de landelijke vereniging Keep Them Rolling gevraagd om erbij te zijn. We zijn hier met z'n allen bijeen gekomen voor het herdenken van de operatie Cannon Shot. En zij die hierbij het leven hebben gelaten 69 jaar geleden. Er worden bloemen gelegd, er is een minuut stilte en er zijn veel belangstellenden uit de buurt op de herdenking afgekomen. De ouderen onder hen kunnen zich de gevechten nog goed herinneren. Daar die boerderij, daar ben ik geboren en dus heb ik het toen meegemaakt. En ik wou het ook eens een keer hier zo zien. Ja. En hoe was dat toen? De boerderij was helemaal platgeschoten en afgebrand. Ja, dat was heel beroerd, ja. Maar er zijn 20 koeien verbrand. En die hoort schreeuwen, maar dan slaap je de eerste nacht niet. De herdenking is in handen van de Groene Soos. Gehuld in historische uniformen en met allerhand historisch legermaterieel wordt de sfeer uit de laatste oorlogsdagen zoveel mogelijk nagebootst voor de aanwezigen. Twee leden van onze voertuigenclub hebben gastles gegeven op de scholen. En ik heb begrepen dat op de scholen dat ook heel erg gewaardeerd is. Je moet wel onthouden dat we geen oorlog moeten voeren en gewoon vrede. Dus zo kun je zien hoe het in die tijd er allemaal uitzag en wat er allemaal gebeurd is, zodat je erbij stilstaat ook. Tranen van blijdschap vloeiden er gisteravond in Apeldoorn. De dames van volleybalvereniging Alterno werden voor het eerst in de 40-jarige clubgeschiedenis kampioen van Nederland. Ze versloegen de dames van Sliedrecht. Sorry, ik weet niet wat ik moet zeggen.
Was het moeilijk vanavond? Ja, het was heel spannend natuurlijk. Thuis kampioen worden is echt heel gaaf en dat wil je bereiken. Maar ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ali Mogadashian, de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Dat moet geweldig zijn. Ja, fantastisch. Dit is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik kan het echt niet onder woorden brengen. Nou, dat is hem dan, hè? Ja. Hoe voelt dat? Goed. Ja, echt zo mooi. Die gaat onze naam, die komt hier mooi achter te staan. Zo, achter Sliedrecht hier. 2014. Die is van ons. Die pakt ze ons niet meer af. Dus dat is mooi. En dan voetbal. NEC heeft vanmiddag goede zaken gedaan in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. Dankzij uitblinker Dennis Gentenaar pakte de Nijmegenaren 1 puntje uit tegen AZ. Klapperende AZ-fans en spanning bij de meegereisde supporters uit Nijmegen. En ook bij de clubleiding. Directeur Bart van Ingen gaat zitten en Edo Oppop, de technisch directeur, kijkt met angst en beven toe. Want het lijkt mis te gaan met NEC. Maar dankzij Dennis Gentenaar blijven de Nijmegenaren in de wedstrijd. En wordt het 1-1. Nee, ja, dat is mijn werk. En dat probeer je elke week zo goed mogelijk te doen. En dan is het lekker als je dan nou met z'n allen gewoon wat aan overhoudt ook. Dit kan dus een heel nuttig punt zijn. Want concurrent en hekkensluiter Rode JC moet nu in ieder geval een van de twee laatste wedstrijden winnen om NEC bij te kunnen halen. Een spannend slot wordt het sowieso. Het blijft denk ik tot de laatste speelronde lastig. Alleen we spelen volgende week thuis met de... Ook de play-offs gehaald. We spelen volgende week thuis tegen Twente en met het publiek erachter dan kunnen we ook stunten. En de uitblinker, die gelooft er natuurlijk nog wel in dat het goed komt met NEC. Ja, anders kan ik nou net zo goed mee stoppen. Nee, natuurlijk geloof ik erin. De Nieuwsweek zit er bijna op. Straks blikken we terug op onder andere de keiharde bezuinigingen in de jeugdzorg. Ook de veiling in Lochem van Toppark Londen was groot nieuws. Het dier bracht miljoenen op. Zometeen meer. De Bommelerwaard is de komende maanden slecht bereikbaar. Dat komt omdat de provinciale weg, de N322, flink op de schop gaat. De werkzaamheden in het gebied vanaf de A27 tot slot Loevestein zijn dit weekend begonnen. Verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A59. Wie niet om wil rijden, kan de autoveerponten Brakel-Herwijnen of Aalst-Veen gebruiken. In augustus moet alles klaar zijn. Een knuffelbeer die kinderen waarschuwt bij brand. Leerlingen van het Streek uit Ede hebben er de derde prijs mee gewonnen in de finale van de Technasium Top Award. De opdracht was om iets te bedenken dat tijdwinst oplevert bij een woningbrand. Als je dit hoort, is er een vuurtje in het huis. Papa vertelt nu wat je moet doen. Blijf rustig. Blijf laag. Loop rustig naar beneden en neem alleen de knuffel mee. Joni, Bram, Hanna en Annika bedachten deze slimme beer. Inmiddels zijn er 2 van. Het tweede exemplaar hebben ze gemaakt tijdens de wedstrijd om te laten zien dat het ook echt hun eigen ontwerp is. De beer staat draadloos in contact met een brandmelder. En als dan de brandmelder afgaat, dan stuurt hij een signaal naar de beer die de lampjes aanzet. En het geluid wat in de beer zit af laat spelen. We hadden als doelgroep kinderen en die raken snel in paniek. Dus dan hadden we een knuffel bedacht, zodat ze niet in paniek raken. En dan ook nog met de stem van de ouders, zodat ze nog minder in paniek raken. Origineel en effectief noemde de jury de brandweerknuffel. Dat leverde ze in ieder geval een mooie beker op. En nu snel patent aanvragen. Palmpaasstokken met of zonder haantje. En ook de muziek ontbrak niet. Palmzondag stond in Zelhem in het teken van de traditionele palmpaasoptocht. Een kleurrijke stoet trok door het Achterhoekse dorp. Vandaag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De bakfiets met een lading kinderen erin, die kent u waarschijnlijk wel. Maar een bakfiets met een pizzaoven. En wat te denken van een A-linker, een alternatief voor de rollator. Allemaal te zien in Nijmegen op het internationale bakfietsenfestival. Veel bakfietsen zijn er te zien, zoals deze, voor de tuinman. En wat dacht u van deze, met 2 pitsfornuis en gootsteen? U kunt ook gezellig om de tafel bij dit exemplaar of
U gaat op reis met de hele familie. Ze gaat niet zwaar, maar het duurt wel langer voordat je op je bestemming bent. Je kunt er niet mee racen. Ook is een proefrit mogelijk op de A-Linker. Een loopfiets bedacht door de Nijmeegse Barbara Alink. Geschikt voor mensen die slechter been zijn, maar een hekel hebben aan een rollator. Ja, veel beter. Omdat hij veel stabieler is. Omdat je erop kunt zitten. Hij neemt je gewicht weg, als het ware, van je benen. Van heinde en ver komen er bakfietsfanaten. How do you call a bakfiets in English? Cargo bike. En de bakfiets is altijd milieuvriendelijk. Nou ja, bijna altijd. Van massa-ontslag tot bergen vuilnis op straat. Kijkt u naar een greep uit het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Uitermate bedroevend. Historische blunder, zou ik eens willen zeggen. Na jarenlang soebatten is de bouw van het prestigieuze kunstencluster in Arnhem van de baan. D66 en de SP vinden de nieuwbouw van het peperdure gebouw niet realistisch. Maar de ondernemers snappen daar helemaal niets van. De aanpak van het incident met mosterdgas in een kelderbox in Ede was een succes. Dat concludeert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het was bij de gemeente al een dag bekend dat er zeer gevaarlijke stoffen in de kelderbox lagen voordat de omwonenden werden geïnformeerd. Een bijzondere aanpak die goed heeft gewerkt, zegt de inspectie. En duizenden Gelderse jongeren raken hun vaste hulpverlener kwijt. Dat is het gevolg van het ontslag van 140 medewerkers van bureau Jeugdzorg Gelderland. Van de ruim 800 mensen bij de zorginstelling raken 90 werknemers hun baan kwijt als gevolg van keiharde bezuinigingen. Het is een buitengewoon hard gelag, zeker ook voor de medewerkers. Wat is er gebeurd, Marie-Louise? Ja, er schijnt brand uitgebroken te zijn. De inwoners van Haalderen bij Bemmel dachten vandaag heel even dat ze niet in een mooi Betuws dorp woonden, maar in een Indiaanse sloppenwijk. Een vuilniswagen stortte zijn complete inhoud midden op de pastoor van de Wijsstraat. Een noodmaatregel, omdat het vuilnis in brand stond. Maar ik heb geluk, ja, heel egoïstisch, de wind staat de grens op. Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer over van dit huis. Dat is voor mij een belangrijk punt. Aangeslagen en intens verdrietig zijn ze bij de Nijmeegse Antonius van Padua parochie, nadat ze hoorden dat de Nederlandse pater Frans van der Lucht in Syrië is doodgeschoten. Voor 8,6 miljoen euro is het toppaard Londen verkocht op de veiling van de failliete stal Eurocommerce in Lochem. Behalve Londen stond nog een 30-tal paarden te koop. Vooraf werd de totale waarde van die paarden geschat op 5,5 miljoen. Dan het weer. Hoe gaat het er de komende dagen uitzien, Jordi? Nou, fris tot ronduit koud, met het laagste temperatuur in de nacht naar woensdag. Dan gaat het denk ik op grote schaal in Gelderland aan de grond licht vriezen. Vandaag hadden we normale middagtemperaturen voor de tijd van het jaar. Stapelwolken, in straten en rijen gerangschikt, maar er bleef nog voldoende zon over. En afgelopen nacht passeerde een zwak front met daarachter dan de opklaringen, maar ze liepen deels dicht die opklaringen met stapelwolken boven het binnenland. En deze storing hier op de noordelijke Noordzee komt vrij snel onze kant op met een aantrekkende wind en enkele buien. En achter die storing dringt dan tijdelijk Noordpoollucht op, waar we dan tijdelijk mee te maken gaan krijgen. De stapelwolken van bovenaf, dus in straten en rijen gerangschikt. Hieruit kun je de windrichting bepalen. Die was westelijk, die blijft ook nog wel westelijk. Vanavond en vannacht over het algemeen een matige bries, later wat meer wind. En vanuit het noordwesten raakt het vannacht bewolkt op nadering van de storing. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Nou, morgenochtend is het dan vrij bewolkt, denk ik. Zwaar bewolkt met enkele buien. Maar in de middag zijn die weggetrokken. Dan zonneschijn afgewisseld door stapelwolken. Vanuit het westen klaart het toch deels breed op. Al kan er ook morgenmiddag zo links en rechts toch nog een enkele bui vallen. Maar op de meeste plekken is het morgenmiddag wel droog. Het is fris met maximumtemperaturen van 11 hooguit 12 graden. En de noordwestelijke wind is stevig. Koude wind rond kracht 4. Nou, dinsdag is de wind afgenomen. Blijft droog met vooral later op de dag meer zonneschijn. Het wordt slechts 11 graden. De nacht na woensdag is dus koud met gemiddeld rond het vriespunt. Overdag wordt het 15 graden. Lijkt een zonnige dag te zijn. En ook donderdag zonnig. En dan wordt het een graad of 17. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat het onderhoud van de recreatiepaden te wensen overlaat en de sportbonden naar een oplossing zoeken. En in Wilp is de oversteek van de IJssel door de Canadezen herdacht. Ik wens u nog een fijne avond.